Ja, u mag alles vragen. Jazeker. Ja hoor. Jawel. Ja hoor. Ja, zeker. Ja. Ik eet wel geitenkaas. Wij eten wel eens geitenkaas, ja, klopt. Soms. Denk het niet. Ja, wat de boer niet kent, dat vreet hij niet. Dus. Kaas en melk. Verder zou ik niet weten. Behalve de geitenkaas en de melk. Kaas. Geitenmelk heb ik wel eens pakken van, maar meer. Nee, niet echt. Nee, ik niet. Nee. Nee. Oh, dat is wel leuk. Is dat leuk? Ja, een keer wat anders. Geitenkwark. Geitenkwark. Ja. Nou, het is meestal met reclame. Als je het gehoord hebt, zie je het overal. Dus. In salade, op brood, toastjes. Ja, van alles. Geitenkaas meestal op een boterham. Een salade. En een salade. Ja. Ja. Een beetje honing erbij. Walnoot. Honing erbij, inderdaad. Ja. Juist. Meestal door een salade. Dus dat is wel lekker. Het geeft gewoon wat extra dimensie eraan. Ik ben er wel eens geweest. Er waren heel veel geiten. Allemaal van die witte geiten. Nee, alleen op de kinderboerderij met hem. Nee, wel de kinderboerderij. Met kleine geitjes. Daar ben ik wel eens geweest. Het kan best leuk zijn. Ja, dat lijkt me heel interessant. Heel eigenwijs. Ondernemers zijn allemaal eigenwijs. Dus. Ja, als ik iets wil, dan ga ik daar wel voor. Dus kan ik soms wel eigenwijs zijn. Moet je mijn vrouw maar eens vragen? Op een schaal van 10? Ja. 0 tot 10? Ah, toch wel 7,5, 8? Wij zijn eigenwijs. Zijn wij eigenwijs? Nee, we zijn niet eigenwijs. We proberen het te verbergen. Voor elkaar ook met name. We proberen het te verbergen. Dat we eigenwijs zijn. Nou, hè? Gewoon toegeven. Jawel, maar dan het toch... zijn wel een beetje eigenwijs. Jawel, denk ik ook. Hoort wel bij. Ja.